Goedendag. Ja, we zijn de nieuwe week op sommige plaatsen toch wel weer mistig van start gegaan en dan was het toch ook wel weer even oppassen in het verkeer. Maar uiteindelijk kregen we op heel veel plaatsen ook gewoon de zon nog even te zien. Maar dat was niet overal het geval. Onder andere in Zeeland hadden we nog te maken met mist of neven. En ook in het noorden van het land was nog laaghangende bewolking aanwezig. Dus grote verschillen vandaag. De komende dagen denk ik toch wel dat we op steeds meer plaatsen die laaghangende bewolking gaan zien. We hebben nu te maken met een hoge drukgebied boven grote delen van Centraal- en West-Europa. Met bij ons een zwakke Zuidoostelijke aanvoer. De komende dagen gaat die stroming langzaamaan wat kantelen richting het zuidwesten En daardoor wordt vochtigere lucht aangevoerd, waardoor ook die kans op bewolking groter wordt. Zeker dus op woensdag en donderdag. Het is daarbij overigens wel gewoon droog, want lage drukgebieden blijven ver van ons vandaan op de Atlantische Oceaan daar en die komen ook niet echt dichterbij. En daarmee is het dus in ieder geval de komende tijd droog. En dat is toch wel even anders dan we vorig jaar onder andere hebben gezien. Het weerbeeld voor vanmiddag. Dus wel die verschillen tussen de regio's in ons land. In het midden en oosten 12 of 13 graden met flink wat ruimte voor de zon. In het zuidwesten dus nog wel kans op wat mist. In het noorden laag hangende bewolking en de temperatuur die komt dus overal uit, zo rond die 12 of 13 graden. Alleen in die gebieden met die wat dichtere mist, daar komt die temperatuur wat lager uit. Het voelt overigens ook wel wat kouder aan dan dat het eigenlijk is. Dat komt natuurlijk door die matige wind uit oostelijke richtingen. Vanavond koelt het uiteindelijk af naar zo'n 6 of 7 graden, zeker in de gebieden met opklaringen. Direct aan de kust is het nog wel een graad of 10 en vannacht dan koelt het al inwaarts opnieuw flink af naar 2 of 3 graden. Aan de grond gaat het mogelijk wel weer vriezen en zoals we net misschien ook al zagen, toch kans op wat mist in die oostelijke regio's. Maar die gaat waarschijnlijk dan dinsdag overdag toch wel weer snel oplossen. En daarna volgt dus die dinsdag. Dat is nog een vrij vriendelijke dag. De stroming is zuidoostelijk. Wat minder wind dan vandaag. Dus het is dan ook wat prettiger om erop uit te gaan. Temperaturen komen uit uit tussen 11 en 14 graden. We starten dus lokaal nog wel met mist, maar die zal uiteindelijk wel gaan oplossen. Dan die woensdag. Ik noemde het net natuurlijk ook al. Dan krijgen we met die wat vochtigere lucht te maken. Regen verwacht ik niet, maar daardoor neemt het wel de kans op mist toe. En die kan dan maar moeilijk gaan oplossen woensdag overdag. Dus ik verwacht ook niet dat we de zon dan heel veel gaan zien. De wind die is zwak uit de zuidelijke richtingen. En misschien dat we in het zuidwesten van het land af en toe nog wel even de zon kunnen zien. De dagen daarna verandert er eigenlijk heel erg weinig. Met op donderdag opnieuw een bewolkte dag, een graad of 10 dan. De dagen daarna gaat die stromen weer wat meer kantelen richting het zuiden tot zuidoosten. En daardoor wordt weer wat drogere lucht aangevoerd. Dus vaker ruimte voor de zon. De temperatuur klimt weer iets omhoog naar een graad of 12. De komende tijd is het dus in ieder geval droog. Af en toe een kans op mist. En met name dus heel erg rustig herfst weer de komende tijd. Tot de volgende keer.